Paleis het Loo. Een groot deel van de historie van ons vorstenhuis ligt hier. De eerste bewoners en stichters, koningsstadhouder Willem III en zijn gemalin prinses Mary, werden later ook koningspaar van Engeland. In deze de schilderijen die tussen 1692 en 1713 verzameld werden. Mary hield van het Loo. Maar nadat zij in 1689 koningin van Engeland werd, heeft ze het Loo niet meer teruggezien. Er hangt een prachtig portret van haar in de oostvleugel van het paleis, dat sinds 1984 museum is. In het Corps de Logis, het hoofdgebouw, bevinden zich de vertrekken van de vorsten die hier hebben gewoond. Maar in de oostvleugel kunt u alles zien over het leven van de Oranjes, met betrekking tot geboorte, huwelijk, dood, kroningen en gewoon leven. De vitrine is vol met porselein en glaswerk, vaak geschenken, kostbaar en historisch en gebruikt door het Koninklijk Huis. Dit schitterende geboorteglas kan alleen maar op zijn kop staan. Maar dan laat het wel duidelijk het kleine gouden engeltje zien. Dit zogenaamde drinkuitglas werd gemaakt vlak na de geboorte van de toekomstige koningsstadhouder. De naam Willem was hem zelfs nog niet gegeven. De ring werd door koningin Mary aan Godard van Reede geschonken. Glas en porselein met wapens of met een afbeelding van het Loo. Maar terug in het hoofdgebouw bekijken we de kamer van koning Willem III, de vader van koningin Wilhelmina, met daarin de zogenaamde meuble à médaille, ingelegd met parelmoer. In de oude eetzaal hangen wandtapijten uit Antwerpen met voorstellingen ontleend aan Ovidius' Metamorfose. Daar bevindt zich ook een klein ruiterstandbeeld. En voor de schouw staat een van die schitterende boeketten, gemaakt in beheer van het museum zelf. In de eetzaal ook het kleine blauwe porselein op de kasten. En het Antwerpse kunstkabinet omstreeks 1630 gemaakt en versierd met scènes uit het Nieuwe Testament, geschilderd door Frans Franke de Jonge. Het kabinet werd in 1902 geschonken aan koningin Wilhelmina door de Amsterdamse kunstverzamelaar Willem Hecking. En sindsdien heeft het altijd op deze plaats gestaan. Het is het jaar 1816 en Franz Schubert is 19 jaar. Hij heeft gesolliciteerd naar de post van muziekmeester in Laibach, het tegenwoordige Joegoslavië. Maar hij krijgt de post niet. Ook de verhouding met zijn eigen muziekleraar Salieri is niet zo goed meer. Salieri verwijt Schubert namelijk dat hij houdt van Mozart en Beethoven en dat is Salieri veel te Duits. Ondertussen heeft hij in die periode zo'n 100 liederen geschreven en hij interesseert zich voor de viool. Zelf was hij een heel behoorlijke violist, net als zijn broer Ferdinand. Hij was niet zo geïnteresseerd in het schrijven van een vioolconcert. Dat was hem namelijk veel te virtuoos en Schubert hield niet van het virtuozendom van het uiterlijke. Maar toch schrijft hij in die periode 3 werken voor viool en orkest. Kleine werken, waaronder het rondo in A grote terts van maar 639 maten. Dat begint met een klein adagio en dat werkt toe naar het werkelijke rondo. Dat zal hier gespeeld worden in de balzaal van Paleis het Loo door Emmy Verheij en het Radiokamerorkest onder leiding van Arnold Eustman. Thank you.
Thank you.
De Zweedse componist Dag Wirén, ik noem u even zijn jaartallen, 1905 tot 1983, studeerde eerst in Zweden en daarna in Parijs. En daar ontmoet hij Prokofjev en Stravinsky. En van die laatste componist ondervond hij veel invloeden. Toen hij terugkwam in Zweden in 1937 schreef hij de serenade in C-groot terts. En daarmee was hij in één klap beroemd. Het is ook een heel sierlijk en charmant aansprekend werk. Eigenlijk helemaal niet zo 20e eeuws. Als eerste deel heeft het een preludium met een pastoraal karakter. Het tweede deel is een andante espressivo met lange melodische lijnen. En dan volgt een scherzo met een trio. En als u goed luistert, kunt u daarin een persiflage horen op het marcheren van de Duitsers. Het was tenslotte 1937. Het Radiokamerorkest zal de serenade nu spelen onder leiding van Wiréns landgenoot Arnold Eustman in de balzaal van Paleis Het Loo.
jaar leden organiseert de Tros bijeenkomsten met een muzikaal tintje. Op 9 april zijn we in Schouwburg Ochterop en Meppel, waar Cor Bakker, Willeke Alberti en Arno Kolenbrander ontvangt. Van deze optredens worden radioopnames gemaakt. Na de pauze volgt een spetterend optreden van A Deep River Quartet. Als verenigingslid bent u van harte welkom op deze regioavond van de Tros. Voor meer informatie kunt u bellen tijdens kantooruren met de Tros Public Service. 035 6715 885. En tot zover ons Tros-programma. Morgen zijn we weer bij u terug. Bedankt voor het kijken en een goede nacht verder. De grootste familie van Nederland.